Ja, Google voor jobs eindelijk live in Nederland. Nou ja, live, maar niet voor iedereen. eQuilter, een start-up, won 2 jaar geleden de start-up pitch van Recruitment Tech. En die hebben 1 miljoen aan groeigeld gekregen. Dit en nog veel meer in deze nieuwe aflevering van de Recruitment Tech Monthly. Ja, goedendag, daar zijn we dan inderdaad. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Recruitment Tech Monthly, het maandelijks programma waarin we terugkijken naar de afgelopen maand. En dit is in dit geval februari 2020. En we kijken vooruit naar maart. Afgelopen maand deed ik het in mijn eentje, maar gelukkig dit keer niet. En doen we het met z'n tweeën. Erwin, goed dat je erbij bent. Gezellig. Hartstikke, hartstikke mooi. Wij zijn een klein team bij Recruitment Tech en normaal gesproken hebben we altijd iemand zitten voor de techniek, maar die is helaas ziek. Dus wij hebben hier een heel mooi toetsenbord waarmee wij eigenlijk alles kunnen besturen. Dus ik kijk af en toe ook naar, er zit wel iemand achter de knoppen die niet per se onze expert is. Lukt het allemaal? Zijn we allemaal goed live? Dan gaan wij door. Ja, de Recruitment Tech Monthly via LinkedIn Live. Erwin, waarin we dus terugkijken naar de maand Februari, februari, ja. februari 2020. Wat was het belangrijkste nieuws eigenlijk? Ja, ik denk dat we gelijk maar moeten gaan naar jouw voorspelling van de vorige keer. Oeh, ja, dat was heel slecht, hè? Ja. Vorige keer had ik uit betrouwbare bron, en dat mag ik nu wel tussen aanhalingstekens plaatsen, werd tegen mij gezegd van, nah, nee, Google for Jobs komt voorlopig niet naar Nederland. En volgens mij 3 dagen later kwam Google for Jobs dus toch wel naar Nederland. Daar is Google for Jobs. Maar toch ook niet helemaal, Erwin. Nou ja, ik kan het zelf bijvoorbeeld nog niet zien. Op 7 februari plaatste Jos van der Kooi van Vonk screenshots dat Google for Jobs bij hem live was. Die zie je ook, die zie je hier. Ja. Maar ja, het is dus nog niet voor iedereen uitgerold, want ik kan het zelf, kan ik het nog niet zien. En we spraken toevallig vandaag Patrick Boonstra, recruitment expert, en die kan het ook nog niet zien. Die krijgt wel samenvattingen van Glassdoor te zien, zoals je hier kan zien. Ja, zoom even in. Maar ook nog geen concrete Google for Jobs. Het zit er natuurlijk wel aan te komen, maar we staan ook nog niet op de lijst van Region Availability. Oké, dus het is eigenlijk nog wel live, maar meer een soort testfase, lijkt Ja, het. dus misschien krijg je nog gelijk. Ja, Dat is dat nog het. niet officieel live, maar Ja. En het zal niet heel lang duren. Google for Jobs heeft natuurlijk met een aantal jobboards, hebben ze een samenwerking, zeg maar. Inderdaad. En hoort de Glassdoor daar ook bij? Waardoor de Glassdoor vacatures op deze manier heel erg zichtbaar is. Weet je dat toevallig? Of? Dat werd mij niet helemaal duidelijk, maar ik had het idee van wel. Ja, we houden het natuurlijk in de gaten. Dit is de derde jaargang van de Recruitment Tech Monthly. En al 3 jaar lang eigenlijk hebben we het over Google for Jobs. De eerste 2 jaar vooral over dat het er nog niet was. En nu is het er wel of nu is het er niet. Dus ik ben bang dat we in ieder geval bij de volgende aflevering er weer het laatste Ja, nieuws maar waar over moet gaan het ook pakken. over gaan hebben als het echt is? Ja, dan weet ik het ook niet meer Ja. inderdaad. Komt vast wel weer iets nieuws. Wij hebben oude bekenden van Recruitment Tech. De zusjes Melkert van eQuilter. Ja. Waar kennen wij hen van? Ze hebben de startup pitch van Demo Day gewonnen in 2018. Ze stonden op de voorkant van de Recruitment Tech Guide van 2019. En nu hebben ze een investering van 1 miljoen gekregen van Innovation Quarter en, moet ik even goed kijken, 4 Impact. Ja. En ik heb, dus Charlotte en Fleur Melkert zijn dit, die hebben dat met z'n tweeën gedaan, een tool die bias uit recruitment haalt. En ik heb gevraagd dat ze daar iets over wilden vertellen. En Charlotte heeft daarvoor voor ons een filmpje opgenomen. Charlotte van eQuilter hier. Recruitment Tech heeft mij gevraagd om een korte video op te nemen over de investering die we met ons bedrijf eQuilter hebben opgehaald. Dus dat doe ik heel graag in deze video. Voor wie eQuilter nog niet kent, eQuilter is een predictive hiring software waarbij we eigenlijk bedrijven helpen bij het voorspellen van het succes van hun kandidaten. Voor zowel de rol waarop de kandidaat solliciteert als de bedrijfscultuur met het als uiteindelijk doel het bouwen van de best mogelijke teams. Waarin de juiste combinatie van skills, persoonlijkheden, achtergronden, etc. Leidt tot betere teamresultaten. Nou, dat doen we nu voor een kleine 100 klanten in Nederland. Dus we hebben die klanten geholpen bij het maken van betere
keuzes binnen recruitment, objectiveren van het proces, meer data gedreven maken. En hebben gezegd, nou, we zijn nu klaar voor een volgende stap en dat is dit internationaal gaan uitrollen. Dus we hebben een analyse gedaan naar Europese landen. Welke landen lenen zich het best voor deze technologie? Zijn al wat verder in mindset qua HR? Zijn adaptief richting nieuwe technologieën? En daarin is zowel de Nordics als de UK naar boven gekomen. Dus wat we nu aan het doen zijn, is we zijn een sales team aan het bouwen voor die twee beide locaties. En we zijn online marketingstrategieën aan het uitwerken en aan het uitvoeren. We zijn het product klaar aan het maken om die schaalbaarheid in te kunnen houden. We willen van 100 naar 400 klanten dit jaar. Dus een hele hoop gave dingen bezig en daar gaan we dan ook de funding aan besteden. Dus ik hoop dat ik volgend jaar weer hetzelfde filmpje kan opnemen en dat ik daarin kan vertellen dat het internationaliseren goed is gegaan en ook wat we daarvan geleerd hebben. Ja, wil jij nu ook 1 miljoen groeigeld? Nee, we hebben Demo Day is ook dit jaar weer. En 2 jaar geleden inderdaad waren ze een van de start-ups. En dus 2 jaar later hebben ze al zo'n mooie stap gemaakt met het groeigeld. En we zoeken nu weer start-ups. En het mooie als start-up bij Recruitment Tech bij Demo Day hebben we gewoon 3 plekken. Dus 3 gratis, ik noem het even demo spots, oftewel stands. Online aandacht en de beste 3. We hebben ook nog dat mensen kunnen stemmen. De beste van die 3, die krijgt ook nog een partnership met het Recruitment Tech event in eind van het jaar op 19 november. Dus wil je meedoen, ga daarvoor even naar recruitmenttech.nl/demoday. En in het menu vind je daar de startup pitch. En dan kun je meedoen als je echt een startup bent. En doe vooral mee. Inzenden kan tot en met 11 maart. E-culture hadden we dan. Dan hebben we nog meer nieuws. Native gaat naar Engeland. Moet je misschien iets nuanceren? Ja, ze zaten er eigenlijk al. Ze hadden daar een flexkantoor, maar ze hebben daar nu 2 vaste collega's aangenomen. Engelse? Engelse lokaal. Collega's, ja. Inderdaad, sorry. Die zitten daar vast op kantoor in Londen. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Jack en Kieran zijn dat. Oké. Ja, en die reizen natuurlijk... voorheen gingen ze vanuit het Nederlands kantoor daar natuurlijk een paar dagen in de maand werken. En nu hebben ze echt lokaal de stap gezet. Dus waarschijnlijk is het goed bevallen. Een jaar in Engeland dat ze stap kunnen zetten om dus mensen in Engeland neer te zetten. Ja, ze willen echt gaan uitbreiden daar. Ja. Dus dan is dit een goede eerste stap, zou je zeggen. Ja, hartstikke mooi. Ja, en we hebben meer nieuws. Dan gaan we van onze westerburen gaan we naar onze oosterburen, namelijk naar Duitsland. Want daar heeft Cameo heeft een hele mooie klant binnengehaald, Erwin. Ja, zeker. CNA. Hartstikke gaaf. Ik sprak daar Walter Weber over. Die sprak over het momentum in Duitsland wat Cameo momenteel heeft. Dat klinkt natuurlijk ontzettend leuk. En hij heeft daar meer over verteld in deze video. Ja, en waar staat hij? In Düsseldorf. Ja, groeten uit Düsseldorf. Voor ons het centrum van Duitsland. In Düsseldorf heeft Cameo sinds 2017 een eigen team. We bouwen deze markt ook heel goed uit met veel partners. ATS-partners, HR-software-partners. En onlangs ook een nieuwe klant, CNA. We gaan CNA helpen bij het werven van visual merchandisers door heel Duitsland. En we werken eigenlijk in Duitsland al voor heel veel grote opdrachtgevers. In retail, in finance, government, heel divers. En voor ons echt een hele belangrijke markt. Als Nederlandse partij zijn we ook heel erg innovatief in de Duitse markt. En we kunnen hier ook echt een grote impact maken. CNA gaat met ons werken met automated interviews. Dat betekent eigenlijk dat elk kandidaat dezelfde vragen krijgt, dezelfde kans krijgt om zichzelf goed te presenteren bij CNA. En CNA gaan dus helpen om een nieuw type medewerker aan te werven voor een organisatie in Duitsland. En echt met een stukje innovatie het recruitingproces te verbeteren. Dat is eigenlijk wat ik even wilde vertellen over CNA. Ik zeg schöne Grüße, tschüss, alles Gute en groeten uit Düsseldorf. Ja, natuurlijk hartstikke mooi. Wat ik wel mooi vind inderdaad, van veel tooling, hè, in dit geval is wel specifiek. Hè, ze kiezen dus voor één doelgroep dat ze dit dan doen, hè, de visual merchandisers. Natuurlijk wel een hele grote organisatie, natuurlijk ook in Duitsland heel erg groot. Maar wel voor één specifieke doelgroep een aangepast recruitmentproces maken wat past bij die doelgroep in plaats van een one size fits all. En daar zie je denk ik ook dat recruitment tooling natuurlijk een hele mooie manier op die manier kan worden ingezet. Je had net al even over Demo Day. De 4e editie is in juni? Ik denk 11 juni. Ik denk het ook.
11 juni, Demo Day, de vierde editie. Recruitment Tech Demo Day met zo'n 40 verschillende partijen op het gebied van recruitment technologie. En je kan je vanaf nu ook daarvoor aanmelden. En je kan je gratis aanmelden daarvoor. En de eerste 100 mensen die zich aanmelden, krijgen ten eerste nog een gratis parkeerkaartje. Maken kans op een van de 10 tickets voor het Recruitment Tech Event op 19 november. Dus wil je graag 40 verschillende leveranciers van Recruitment Tech uit binnen- en buitenland ontdekken, zien, letterlijk met die tooling ook spelen. Ga naar demoday.nl of recruitmenttech.nl/demoday en meld je daar gratis aan. En dan zien we je hopelijk 11 juni met wellicht ook die 3 startups die dus tot en met 11 maart daarvoor kunnen inzenden. Zijn er nog mergers en acquisitions, overnames gedaan, Erwin? Ja. Kronos heeft Ultimate overgenomen. En waarschijnlijk voor ons dichter bij huis is Cornerstone on-demand dat Saba, wat we kennen van Saba Lumesse, heeft overgenomen. Ja, want is daar gaat nu overnemen, moet ik zeggen. Ja, want het is niet helemaal rond, hè? Nee, ja, tweede kwartaal willen ze het definitief maken. Ja, ik zal even de camera ook op deze manier erbij zetten. Interessant, Lumesse natuurlijk gekocht door Saba, inderdaad, Saba Lumesse. Saba nu overgenomen door Cornerstone On Demand. He, daar hebben we voor recruitmenttech.com, hebben we daar ook wel eens met Pieter Stone, hebben we daar een videocall mee gehad. Of Lisbeth de Roek in dit geval. Het zit allemaal wel wat meer natuurlijk in de HR-sfeer, HR-tech-hoek. En met name de Cornerstone en Saba zitten ook allebei, heb ik allemaal, allebei wel ook die recruitment oplossingen. En dit is in ieder geval de twee hele grote die in ieder geval volop in het nieuws waren. Nou, wat we in ieder geval ook altijd hebben is een stukje show me the data, oftewel onderzoek. En in dit geval zijn we aan de andere kant van de wereld bezig kijken in Amerika, Erwin. Kun je ons wat meer vertellen? Ja, dit is helemaal jouw feestje, Martijn. Ja, nee, dat klopt wel inderdaad. Ik kwam deze tegen inderdaad. We hadden het daar natuurlijk in de voorbereidingen ook over inderdaad. Als het gaat om het meten inderdaad. Wat ga je nu precies meten? En als je nieuwe mensen aanneemt en je ziet toch nog heel veel werkgevers natuurlijk op basis van de cv's en op basis van de sollicitatiebrief mensen aannemen. En er is een onderzoek geweest in Amerika door de KVK. Die heeft onder 500 HR-professionals een onderzoek gedaan. En het onderzoek heet Hiring in the Modern Talent Marketplace. En wat ze daar hebben gevraagd is, wat vinden ze nou belangrijker? En daar geeft 67% geeft aan dat zij in 2020 een grotere rol willen geven aan assessment tooling. Om in dit geval te zorgen dus dat ze in plaats van kijken naar cv's, wat natuurlijk eigenlijk meer terugkijken is, wat hebben mensen gedaan, dat ze veel meer gaan kijken naar wat zijn nou de talenten en de vaardigheden die mensen in dit geval kunnen en daarop te meten. Ik vind nog steeds dat het te weinig gebeurt. Ik heb laatst ook een podcast opgenomen en daar had ik ook een gesprek en daar gingen we ook over hoeveel procent van de werkgevers gebruikt nu in Nederland assessment tooling. En nou ja, daar kwamen we ergens uit tussen de 20-30%. Het was gelukkig wel stijgen inderdaad, hè, maar je weet gewoon dat we toch als mens heel snel een bias hebben. Plus dat het kijken naar iets wat mensen in het verleden hebben niet altijd de beste manier is om te kunnen zien wat mensen in de toekomst gaan doen. Is natuurlijk een hele mooie manier in ieder geval dat bij de KVK in Amerika dit onderzoek doet. Goed, Erwin, meest gelezen op recruitmenttech.nl in februari. Ja. Op 3. Het blockchain initiatief Velocity Network Foundation. Dat zijn 14 marktleiders uit de HR en recruitmentbranche die dit hebben gelanceerd. Zit ik nou de slide door de war te halen? Nee. Nee. Oké. Okay. Zij hebben de non-profit organisatie Velocity Network opgericht, zeg maar. En daarmee willen ze een blockchain aangedreven Internet of Careers maken. Ja. En daar zitten 2 Nederlandse partijen bij, Randstad en Unit voor. Klopt inderdaad. Mooie manier inderdaad om ervoor te zorgen dus dat de cv's, zeg maar, dat is natuurlijk mooi van de blockchain. Zo werkt natuurlijk ook met
Met de Bitcoin inderdaad, hè, dat die op wereldwijd, op allerlei computers, wordt die waarde toegekend aan die Bitcoin. En dat geldt eigenlijk ook aan een cv, omdat die cv zeg maar, op zoveel plekken staat, kun je niet zeg maar, stiekem even zeggen, ik heb die opleiding afgerond, want dan duurt dat maar op één plek en niet op al die plekken. En dat zou dus een hele mooie manier zijn om in ieder geval de waarde van de cv's weer te vergroten, omdat werkgevers in dit geval weten dat die cv gekoppeld aan die persoon, dat die dus van grote waarde is. Ja, op 2, die hebben we net gezien. Ja, de dames van Equalture. Ja, nou, we hebben net uitgebreid over gesproken. Zeker. Inderdaad. En op 1? Een artikel wat we hebben gemaakt waarin we 6 tools op een rijtje zetten, waarmee je jouw onboarding kan boosten. Ja. Dat draagt er hopelijk aan bij dat uitschroom wat minder hoog wordt. Lager, beter gezegd. Ja, we hadden natuurlijk in de voorgesprek al een beetje over dat, hè, we zijn natuurlijk een site over recruitment technologie. Dus onboarding zit natuurlijk, als je echt onboarding ziet, dan begint dat vaak van de eerste dag. Je kan natuurlijk zeggen, ja, maar je hebt ook nog pre-onboarding. Dus dat zit tussen het tekenen van een contract en de eerste werkdag. Dat wordt dan vaak op een hoop gegooid. Dan is het wel interessant dus dat in februari dit artikel dan het hoogst wordt gelezen op een site over recruitment. Maar wat ik wel heel erg merk is dat ik ook steeds meer zie bij organisaties dat het onboarding tot en met de eerste 3 maanden ook bij de afdeling recruitment of de afdeling arbeidsmarktcommunicatie komt te liggen. Dus die eerste 3 maanden zijn natuurlijk ook van essentieel belang om ervoor te zorgen dat mensen goed landen. En zeker ook om te realiseren dat onboarding gewoon 9 maanden gemiddeld duurt, zodat iemand 100% ingewerkt is. Dus die ene dag dat je de eerste werkdag met z'n allen in een zaal zit en allerlei informatie krijgt, dat is leuk inderdaad, maar daarna heb je dus nog 8 maanden en 20 werkdagen dat je daarmee aan de slag moet gaan. Nou, daar vind je dus 6 tools die je daarbij helpen. Top. Nederlandse tools erbij? Epical zit erbij. Ja, en 5 andere tools inderdaad. Zeker. Om daarin te verdiepen. Goed, lees, kijk en luistertips. Dan begin ik met eentje die ik zelf heb opgenomen. We zijn met Recruitment Tech net gestart met podcast. Sterker nog, mocht je dit nu terug luisteren, want dit wordt ook een podcast. Deze livestream via LinkedIn wordt ook omgezet naar een podcast, zodat je altijd even in de auto nog kan luisteren waar we het over hebben. En tijdens het Werf en Ja-congres voor bureaurecruiters heb ik 2 dames geïnterviewd, Caroline Pols en Esther Moelands van UP. Zij spraken daar, zij gaven daar een keynote over marketing automation / recruitment. Automation. Die podcast gaat donderdag 5 maart gaat deze live op recruitmenttech.nl, maar ik heb al een kleine snippet om die te luisteren. Het gaat over marketing automation. Esther, wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan? Want het woord wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. Ja. Marketing automation, recruitment automation is een tool waarin je alle online activiteiten van een potentiële latente kandidaat inzichtelijk kan krijgen. Dan ten opzichte van e-mail marketing. Is e-mail marketing dan eigenlijk misschien wel 1.0 en marketing automation 2.0? E-mail marketing, dat is echt de basis. Dus dat is, je verstuurt e-mails, je kan vervolgens het gedrag kan je volgen met betrekking tot het openen van een mail, het doorklikken van een mail en marketing automation is echt de vergrotende trap. Dus dat is de optelsom van een flink aantal online kanalen, waardoor je een veel completer gedrag van je doelgroep inzichtelijk krijgt op persoonsniveau. Dit is de eerste podcast in een serie Recruitment Tech Automation Podcast. Er komen er nog meer. We gaan stilstaan bij marketing en recruitment automation, wat als onderwerp natuurlijk heel actueel is. Dus vanaf morgen te beluisteren via onze website en via de bekende podcast app, Apple, Spotify, Google Podcast, et cetera. En dan vind je ook nog andere podcasts, waaronder een gesprek met Jan van Gogh in de Founders Podcast van Recruitment Tech. En daar vind je dus ook iedere maand de Recruitment Tech Monthly terug. We gaan eens even kijken, Erwin, naar een volgend nieuws. Nieuwe Nederlandse tool wil recruiters weren. Ja, dat klinkt wel heftig, maar het is eigenlijk best wel interessant. Stel, ik werk hier en ik denk, het zou wel tijd worden dat ik een keer leuke collega's krijg. Leukere. Dan ga ik naar IME en dan schrijf ik daar op wat ik mijn droombaan vind, wat ik graag wil. En dat is helemaal anoniem. En dan kunnen bedrijven dus bij mij solliciteren.
En als dat dan een match wordt, dan worden onze gegevens gedeeld. En zij garanderen dus kwalitatieve reacties, omdat de organisaties moeten betalen om bij jou te solliciteren. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit er bijvoorbeeld over een jaar voor staat. Ja, interessant. Dat ik wel meer partijen die de recruiter ertussen uit willen halen, of in ieder geval willen ze de recruiter weren. Dus misschien een vreemde plek om het dan op recruitmenttech.nl te zetten. Want onze doelgroep is natuurlijk wel recruiters. Maar je weet maar nooit, mocht het echt een succesvol zijn, dan hebben wij dat voorspeld. Maar ik ben benieuwd, ik ben positief kritisch, omdat het nog wel meer tools hebben gezegd. Hè. We halen de middleman ertussen uit. Maar de middleman is in ieder geval wel ook een specialist natuurlijk. En dan gaan we naar de... even verdwijnt de animatie. Ja, daar is die weer. Wat is een ATS? Ja, nou, dus ook in deze uitzending komen natuurlijk hartstikke veel hippe recruitment tech woorden voorbij. En om de HR-medewerkers en de recruiters een beetje te helpen, daarmee hebben wij de recruitment tech ABC online geplaatst. Dat is eigenlijk een artikel uit onze guide van 2019, die hebben we een beetje gepint. En dus nu kan je alle moeilijke woorden, alle lastige woorden uit de techwereld, kan je daar vinden. Ja. En deze heeft ook eerder, ook in de Recruitment Tech Guide, 2019 stond die. Maar we gaan ook zorgen dat we hem gaan aanvullen met nieuwe woorden. Zodat we in ieder geval een online lijst hebben waarin je in ieder geval al die informatie gaat krijgen. Dus die vind je terug op de website. En wie weet, als iedereen er nu naar gaat kijken, staat hij straks bij de meest gelezen artikelen. Ja, we zijn weer bij bijna aan het einde gekomen inderdaad. Hè. Wat staat er in maart allemaal op de agenda? Moet ik dat mogen? Nee, ik ga je helpen. Oké. Inzenden voor de startup pitch kan tot 11 maart. Heb je net al heel veel over verteld. Volgende week is ook True Amsterdam. Ja. En daaraan volgend de dag daarna op de 12e van maart is Talent Acquisition Live. Ja, ja, dat is een combinatie inderdaad. Hè? Twee events samen. True Amsterdam, bekend natuurlijk van de Unconferences. Hè, waarin je dus geen PowerPoints en geen naambadges. En dat mag ik ook mede organiseren inderdaad. Hè, vanuit Talent Acquisition Live, wat we organiseren vanuit zowel WerfN en het internationale broertje van WerfN die we net hebben gelanceerd, totalent.eu, Engelstalig, over Total Talent Acquisition. En dat doen we samen met Bas van der Haatert van Digitaal Werven. Het event is bijna uitverkocht in Amsterdam. Hele mooie sprekers. Ga ervoor naar ta-live.com. En je kan ook eerst je aanmelden voor True Amsterdam. Dan krijg je nog een mooie kortingscode om je vervolgens aan te melden op TA Live. Dan heb je twee hele mooie dagen om je te inspireren. Ja, en mocht je dus inderdaad die start-up zijn, dan kun je dus tot en met 11 maart inzenden voor de Recruitment Tech Demo Day Startup Pitch. Ja, we hebben nog geen Demo Night. Die zou hem bijna vergeten. Ik zou hem bijna vergeten, maar die is eind maart. Nieuw event, een afgeleide van Demo Day. Demo Day hebben we natuurlijk ook. Daar hebben we net al even over gehad. Het is 11 juni. En 31 maart hebben we een Demo Night. Dat is niet helemaal in de nacht, maar dat is meer in de avond. Eén onderwerp, in dit geval recruitment systemen voor werving en selectie en uitzendbureaus. Dus ben je benieuwd, ben je op zoek naar een recruitment systeem? Of ben je gewoon benieuwd, wat kunnen de huidige recruitment systemen voor een werfselectie, uitzendbureau of detacheringsbureau? Wat kunnen die allemaal? En dan kun je gratis daarvoor aanmelden. 31 maart in Houten, vanaf 4:30 tot 8:30. We zorgen voor een hapje en drankje. Aanmelden is gratis. En maximaal 6 verschillende systemen presenteren daar. En je kan daarnaast tijdens het eten kun je 1-op-1 demo's krijgen. Dus ben je dus als bureau op zoek daarnaar, dan kun je voor gratis aanmelden op demonight.nl. Mag jij vertellen welke partijen er al zijn? Jij mag het vertellen. Ik weet het wel. Jij weet het wel, ja? Ja? Nou, ik ben ja, ik weet dat Boelworm present is. Ja. CareerX is present. Yes. My Solution is present. Yes. En Otis. Otis present inderdaad. En het laatste nieuws is ook dat Recruit Now aanwezig is. En die laatste plek praten we nog met een aantal partijen over. Dus een hele mooie manier om in een paar uur even heel snel een tipje van de sluier te krijgen. Of jouw huidige recruitment systeem nog past. Of als je echt aan het oriënteren bent om gewoon in één avond, gewoon in 2-3 uurtjes even heel veel systemen de revue te zien passeren. Hier zijn we aan het einde gekomen. De volgende
aflevering van de Recruitment Tech Monthly. En dat is geen grap, is namelijk op 1 april. Dan zijn we er weer. Dan hoop ik je daar uiteraard te zien. Waarin we weer in een half uur terugkijken op dat geval de maand maart. En we kijken vooruit naar de maand april dan. Ja, dat wordt vast wel hartstikke interessant. Dat wordt zeker interessant, want we gaan, als het goed is, inderdaad, en niet coronavirus, heel veel dingen gaan doen. Ga jij samen met Hans naar Londen? Ja, naar Unleash, ja. Londen. Ja, dus daar hopen we ook weer wat interviews en zo op te nemen. Dat hoop ik inderdaad wel. Ja, nou, we kijken terug en, op TA Live. Talent Acquisition, precies, ja. Dus we hebben ontzettend veel content om op terug te blikken in maart. En april staat er ook weer heel veel terug gebeuren. Bedankt voor het kijken. Graag tot 1 april. Nogmaals, geen grapje, om 4 uur via LinkedIn Live. En ik zou zeggen, fijne dag nog.